Dit is Marieke Vermeijeren van de Bewustzijnsschool uit Amsterdam. Dit is weer een nieuwe aflevering van de podcast die jij in heel Nederland kan luisteren vanuit je stoel, vanuit de trein, vanuit het vliegtuig, waar je dan ook maar bent. Om jou de tools en tips en tricks, inspiratie, informatie en extraordinary kennis te geven, zodat jij het leven kan leiden en het leven kan vormgeven zoals jij het optimaal voor jezelf voor ogen hebt. Want dat is immers de bedoeling. Welkom bij deze podcast over chi. Ook wel levensenergie genoemd. Mijn naam is Yvonne Alefs en ik geef iedere donderdagmiddag in de oneven weken Qigong les bij de Bewustzijnsschool in Amsterdam. Qigong is een eeuwenoude bewegingsleer dat tot doel heeft om de qi-stroom in het lichaam in balans te houden en daarmee zowel fysieke als geestelijke welzijn te bevorderen. Het maakt onderdeel uit van de Chinese geneeskunde. Daar hoort bijvoorbeeld ook acupunctuur bij en acupressuur. En de Chinese geneeskunde beschouwt het menselijk lichaam en de geest als één geheel. Ze zeggen bijvoorbeeld niet lichaam en geest, maar lichaam-geest. Dus de Chinese geneeskunde is holistisch. En Qigong daarmee ook. Qi, levensenergie, stroomt via energiebanen door ons lichaam. Die energiebanen worden meridianen genoemd. En meridianen vormen, net als onze bloedvaten, een netwerk in het lichaam. Alleen in plaats van bloed te transporteren, vervoeren de meridianen qi door het lichaam. Een goede doorstroming van qi bereik je niet alleen door lichaamsbewegingen, maar kun je ook bewerkstelligen door je aandacht te gebruiken. Dus je aandacht heeft hetzelfde effect als lichaamsbeweging. Als we het hebben over qigong. Door je aandacht in het lichaam te brengen naar plekken waar je ongemak, spanning of weerstand voelt, kun je de stroom van qi, van levensenergie, daar weer op gang brengen en jezelf helen. Om dat effect van je aandacht richten in het lichaam, om de qi-stroom te kunnen voelen, neem ik jullie graag mee in een meditatie. Deze meditatie gebruik ik bijna altijd wel om mijn lessen te beginnen. Zorg dat je ongeveer 10 minuten ongestoord mee kunt doen met de meditatie. Ga daarvoor bijvoorbeeld in een ruimte zitten waar jij je prettig voelt, waar geen telefoon is of andere stoorzenders. En ga daar rustig op een kussentje, een kleermakerszit zitten of seiza, dat is zittend op de onderbenen met de voeten naar achteren naast de kussen. Je kunt ook op een stoel komen zitten. Als je dat doet, zorg dan wel dat je wat naar voren zit op de stoel, zodat je je voeten plat op de grond kunt zetten en dat er een kleine holling in je onderrug is. En hoe of je ook zit, leg je handen ontspannen op de bovenbenen. Met de handpalmen naar boven gericht en sluit langzaam je ogen. Neem een ogenblik de tijd om vanuit een naar buiten gerichte toestand naar een naar binnen gerichte houding te komen. Alle zintuigen mag je gebruiken om in het lichaam te duiken. Je mag kijken, ruiken, horen, proeven en voelen.
in het lichaam. Ga door tot in het kleinste celletje. Observeer en ervaar je lichaam met je aandacht. Ga dan met je aandacht naar je benen. Voel de benen van binnenuit. En zoek eventuele spanning op. Spanning die niet nodig is om in deze houding te blijven zitten. En laat heel bewust deze spanning los. Visualiseer dat de spanning de aarde instroomt. En verplaats dan je aandacht naar de schouders. Breng ze nog een stukje naar beneden weg bij de oren. Ontspan ook de armen. Observeer of er spanning in de arm is die je los kunt laten. En visualiseer ook hier dat deze spanning de aarde instroomt. Ontspan ook de handen, de handpalmen. Maak ze zacht. Met je aandacht naar het borstgebied. Ontspan, maak ruimte voor je hart en je longen. Visualiseer dat er meer ruimte komt. De borst wat naar de zijkant uitdijt. Ontspan het borstgebied. Ontspan ook het gezicht, je voorhoofd. Maak wat ruimte tussen de wenkbrauwen voor je derde oog. Dat noemen we yintang. Ogen zijn zacht en ontspannen in je oogkassen. Wangen zijn zacht en ontspannen. Kaken zijn van elkaar af en je tong ligt ontspannen in je mond. Ontspan het hele lichaam. Ga dan met je aandacht naar de zitbotten die op de kussen of op de stoel rusten, naar het staartbeentje. En laat ze wat wegzinken in je kussen. Beetje wegzinken in de zitting van je stoel. En visualiseer dat je wortels hebt die vanuit je zitbotjes en je staartbeentje diep de aarde ingaan. Zodat ze vanuit de aarde de yin-energie in het lichaam kunnen brengen. En reis dan vanuit het staartbeentje naar boven, langs de ruggenwervels. En maak wat ruimte tussen de wervels. Laat ze meegaan in de beweging naar boven. En je kin gaat lichtjes richting je keel, je kruin is het hoogste punt. En visualiseer hier dat er een touw is wat aan je kruin zachtjes trekt. Zodat je wervelkolom ruimte heeft gekregen. Je schouders die blijven naar beneden gezonken. Dus trek ze niet mee in die opwaartse richting.
En je kruin mag je openzetten. Open naar de hemel. Zodat de yang-energie van de hemel het lichaam in kan stromen. Jij als mens bent de verbinding tussen yin en yang. Tussen hemel en aarde. Je wordt beïnvloed door ingevingen, ideeën, creativiteit, liefde van de hemel. En via de yin-energie mag je alles vormgeven wat zo via de hemel bij jou naar binnen komt. Breng je aandacht naar het gebied achter je navel. Buikgebied is de plek van onze onderste energiecentrum in het lichaam. Dat noemen we Dantian. Dus je hebt je aandacht in het buikgebied, in je onderste Dantian. En merk op hoe je bij je inademhaling de buik wat naar buiten duwt. Bij uitademhaling de buik weer laat terugzakken naar de ruggenwervels. Dus als je inademt, komt je buik wat naar voren. Als je uitademt, zakt de buik weer terug naar de ruggenwervels. Dus blijf met je aandacht in het buikgebied bij je onderste dantian. En als je inademt en je buik wat opbolt, stroomt zuivere chi naar je onderste dantian. Als je uitademt en je buik weer terugzakt naar de wervels, mag je juist alles loslaten wat je lichaam niet meer dient. Dus inademend breng je zuivere chi, warmte, licht naar je onderste dantian. Uitademend mag je alles loslaten wat je niet meer dient. Visualiseer dat alles wat grijs en grauw is bij je uitademhaling uit het lichaam vrijgelaten wordt. Aandacht is telkens in je onderste dantian, in het buikgebied. Bij iedere inademhaling neemt de warmte toe in het buikgebied. Bij iedere uitademhaling wordt het lichaam energetisch steeds zuiverder. Blijf in- en uitademen. Vul jezelf op met zuivere chi. En bij je volgende inademhaling mag je dat licht en die warmte vanuit je onderste dantian met je aandacht omhoog brengen langs de voorkant van het lichaam, langs het borstbeen, keel, plek tussen de wenkbrauwen tot in je kruin. Uitademend breng dat licht en die warmte langs de achterzijde van je lichaam. Naar beneden, langs nekwervels, ruggenwervels, lendenwervels, terug naar je buikgebied. Inademend, breng met je aandacht licht en warmte, zuivere chi. Midden door het lichaam, aan de voorzijde omhoog, langs de borst, het borstbeen, keel, yintang, derde oog. Tot in je kruin, uitademend. Gaat de chi, warmte, licht langs de wervelkolom naar beneden in je onderste dantian. En blijf die circulatie van chi door het lichaam met je aandacht brengen.
En voel de warmte in het lichaam verspreiden. Inademend breng je warmte en licht aan de voorzijde omhoog. Uitademend langs de achterzijde omlaag. En telkens als je weer terugkomt in je onderste dantien, vult dat buikgebied, jouw onderste energiecentrum, zich op met zuivere chi. Nieren worden opgeladen. En blijf bij je volgende uitademing met je aandacht in het buikgebied, in je onderste dantien. En voel nogmaals het ritme van je ademhaling. Inademend komt je buik wat naar buiten, naar voren. Uitademend zakt je buik wat terug naar de wervels. En plaats dan met aandacht beide handpalmen op elkaar, op de navel. Voel de warmte van de handpalmen bovenop je onderste dantien. En open dan langzaam je ogen.